Yo, Nintendo-fans! Welkom in deze epische Griekse wereld. Rick? Ja? Ik wil alleen maar Grieks eten! Ah, souvlaki! Lekker, man. Doe even een duimpje omhoog als je ook van Grieks eten houdt. Moussaka, jongen. Oh, moussaka. Dat is pas lekker. Wij gaan op zoek naar de twistappel die we nodig hebben om Aphrodite weer even heel te maken. Zij moeten we even in haar oude vorm terugkomen, want ze is nu... een boom. Geloof je dat? Een Griekse godin die een boom is geworden. We moeten even 900 meter die kant op. En het ziet er nou uit dat we naar die epische watervallen en dat hoge gebouw daar achterin moeten. Super cool. Kijk deze weide hier. Wat. Dit ziet er echt cool uit. Ik hou van al die kleurtjes gewoon. Ik vind het altijd leuk, zo'n kleurrijk stijltje in een spel. Ja, ik denk toch echt dat we daar ergens moeten zijn. Hoe ga ik daar opklimmen? Kan ik dat al halen? Ja, oké, dit haal ik wel. Nice. Kan ik nu hier helemaal naar boven? Of gaan we gewoon even helemaal hier naartoe? Misschien kunnen we via die kant eroverheen klimmen. Kijk, nice, want hier kunnen we even gewoon omhoog geblazen worden. Is dit hoog genoeg? Ja, oké. Dit redden we wel. En dan moeten we denk ik nu onszelf die kant op laten blazen. What? Super cool. Wow. Kijk deze sikke tempel dan. Holy crap, dit is wel vet gemaakt. Het paleis van Aphrodite. Oké, we zijn aangekomen in het missiegebied. Ja, daar is die appel. Die moet ik hebben. Ik ga jullie bevechten, vrienden. Hoppakeetje. Ik sla gewoon allemaal rondjes. Gewoon de hele tijd. Lekker met mijn bel. Kijk, hem nak ik even met mijn zwaardjes. Oh, hoppakee. Lekker dashje weer, hoor. Hoppa. Nog een klappie. En dan is hij nu gestunt. Yes. En dan kunnen we hem nu gaan slopen. Hop. Nice. Deze kunnen we ook kapot maken. Ja. En deze. Oh, ja. Lekker. Oké. Appeltje voor de doors, jongens. Maar we zijn er nog niet. Dit was niet wat we moesten doen. Er begint Typhon weer te ouwehoeren, hoor. Ja! Voorlopig gaat het nog niet zo goed met je Typhon. Voorlopig ben ik de baas. Ah, kijk, hier ligt een appeltje. Zijn jullie meer van de Apple of de Windows? Aphrodite was meer van Apple. Okay, deze leggen we hier neer. Dan moeten we nog even één appeltje zoeken. Hallo, meneeren en mevrouwen. Waar is mijn laatste appeltje? Steve Jobs, waar heb jij je appel verstopt, vriend? Daar? Oh ja, kijk, daar aan de overkant. Maar daar zitten ook van die vogelbeesten. Ik ga gewoon stelen van die vogelbeesten. Let's go. Kom maar. Gooi even die appel daar naar de overkant. Helemaal daar naar boven. Lekker. Nou, even kijken of mijn appel er nog ligt. Yes, lekker. Pen, pineapple, apple, pen. Ja hoor, daar is mijn mega appel. Voor Aphrodite. Die moeten we even naar beneden rollen. Oké, helemaal top. Nu moet hij hier naartoe. En ik zie daar twee van die bordjes die we even moeten knallen. Ja. Nog één. Yes. Moet hij dan daarin, denk ik? Oh, we zijn er al. Oké. De twistappel. De appel van Discord. Join the Discord server. Drie godinnen wedijveren om de titel. Ah, maar onze held wist dat de appel meer symboliseerde voor Aphrodite dan een eigen dunk. Zo groot als Narcissus. En daarom moesten zij winnen. Let's go. We hebben de gouden appel, jongen. Aphrodite, ik ben er weer. En ik heb een gouden appel voor je. Lekker, hoor. Volgens mij was dit de boom van Aphrodite. Ja, zeker wel. Hallo, mevrouw die boom. Waarom doe je zo boos? Sinds wanneer doet Aphrodite zo boos? Die grap kon echt niet. Ah, maar die appel? De appel wil ze wel. Zie je? I want it. Give it to me. Oh, dit is leuk. De Trojaanse oorlog had voorkomen kunnen worden als Ares uitgenodigd was op de bruiloft. Ik dacht dat het iets te maken had met Troje in Griekenland. Maar de schaduw die Ares voor... Oh, snap. Wacht eventjes. Zij een trucje gedaan met een gouden appel? De schoonheidswedstrijd. Welke idioot wees die blaaskaak Paris aan als jury? Dat deed ze zelf.
Kijk, dit is de... Dit zijn de beloften die de godin hebben gemaakt aan Paris. Ja. En hij koos Aphrodite. En toen ging er iets fout, volgens mij. Oh, of niet? Oh, ja. Ja. Kijk, Paris, die kreeg een gift. Die mocht een gift krijgen van Aphrodite. En de gift van Aphrodite was, is dat hij de mooiste vrouw kon trouwen. Nou, dat is gebeurd. En toen kwam een oorlog. En nu is ze daar spijt van. Het appeltje hangt in de boom. Ik ben benieuwd wat er nu met Aphrodite gaat gebeuren. Wil je, ze wil niet meer heel worden. Ik heb je nodig, Aphrodite. We moeten toch Typhon gaan versnaan met z'n allen. Kom op. Your jealousy, your vanity? Yes, they caused pain. But you know what else they did? Nou, wat? Nou, Phoenix probeert even Aphrodite over te halen. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik hoop het. Aphrodite zegt goed. Ik verplaats mijn wortel. Alsjeblieft aanvaard deze zegen voordat je daar naar binnen gaat. We moeten naar de tempel van Aphrodite. En we krijgen daarvoor de kus van Aphrodite. Ik kan haar nu in de zaal van de goden vinden. Is ze terug? Is ze terug? Ze komt terug. En ze deed weer kapot boos. Ik had niet verwacht dat Aphrodite zo boos deed, jongens. Ik dacht dat ze echt zo'n liefdevolle godin was. Nou, laten we dan snel naar de zaal van de goden gaan. Kijk, de boom staat hier, jongens. Gaat die boom ook weer tot leven komen als ik er tegen praat? Hallo, boompje. Oh, ja, nou... Aphrodite heeft het in ieder geval naar de zin. Maar ze is nog niet helemaal terug. Het is nog steeds een boom. Ja, we moeten natuurlijk nog haar essentie moeten we nog gaan vinden. En die moeten we hier naartoe terugbrengen. Kan ik ondertussen al wat meer verbeteren? Ja, kijk, hier kunnen we wat ingooien. En kijk. Hoppakee, een beetje ambrosia erin. Nice. Gaan een beetje koken. Gaan een beetje drinken. Lekker hoor. En nu is onze gezondheid verbeterd. Super nice. In plaats van 3 levensbalkjes hebben we nu 4 levensbalkjes. En ik ben benieuwd of we ook al iets kunnen met onze wapens. Kijk, deze zouden we kunnen verbeteren. Laten we dit doen. Dit wil ik. Hoppa. Dat is het enige wat we nog kunnen. Lekker hoor. Kijk, hij is niet alleen een boer. Hij is niet alleen een vechter. Maar hij is ook gelijk een smid. Want hij verbetert zijn wapens gewoon allemaal zelf, jongen. Daar hebben we die Hermes helemaal niet voor nodig. Ook onze potions kunnen we verder upgraden. En als we dan een potion gebruiken, dan healen we onszelf ook bij elke klap die we doen. Dus die wil ik ook wel hebben. Pompidompidompidom. Even keteltje poetsen. Oh, dat lijkt me trouwens knijterheet om zo die ketel te poetsen terwijl het vuur eronder staat. Jongen! Ah! Pijnlijk. Maar ja, alles om je krachten te verbeteren, hè. Zullen we een vrouw worden? We gaan gewoon een vrouw worden. Kan dat? Kan ik nu een vrouw worden? We worden gewoon een vrouw. Gewoon omdat het kan. Ja hoor. Nou, hoppakee. Geen enkel probleem. Super cool. En voor de laatste missie voor Aphrodite gaan we even snel hier naartoe. Want we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat Aphrodite even helemaal terugkomt. Wat is dit dan voor tempeltje, jongens? Oké, dit is wel iets andere koek dan alle andere tempels die we tot nu toe hebben gehad. Dit is wel een aardig gek nieuw tempeltje. Wow, die lucht is wel vet. Oké dan. Nou, laten we deze tempel gaan fixen. Wat moeten we hier allemaal voor doen? Hey, ik zie ook gewoon enemies in deze tempel. Wat doen jullie hier, jongen? Ga eens weg. Pak hem aan. Stinkvogel. Bam. Moet ik hier gewoon continu battlen in deze tempel, of wat? Lekker, lekker, lekker. Oké, breng hem naar de grond. Hop, hop, hop. Okay. Is that a seed? Het is afkomstig van Aphrodite's boom. Maar Typhon heeft het vergiftigd. En we moeten dus al die zaden... Eigenlijk. Dus nu gewoon keihard slopen, volgens mij. Hoppakee. Dus als we al die zaadjes hier verbranden...
Lekker, verbranderen. Zoek het op in het Nederlands woordenboek. Rick heeft een nieuw woord geïntroduceerd. Verbranderen. Dat moeten we in ieder geval volgens mij nu gaan doen, want ik zie overal van die dingen. Oké, het volgende zaadje. Dit moeten we even activeren. Oké, waarvoor heb ik dit boxje? Oh, wacht. Kan ik hier iets activeren? Ja, een bol. Oké, die bol die moet in ieder geval hier naar boven. Oh, wacht even. Oh, hier is allemaal poison. Is hier ook nog steeds poison? Hier is hartstikke veel poison. Auw! Maar kan ik dit alvast erin leggen? Oh, jongens. Oh, ik ga dood. Volgens mij moet ik eerst de poison weghalen. Oh, wacht even. Even kijken. Kijk, hier is zo'n platformpje. Hier moeten we dat dingetje opzetten. Dat kistje, dat moet hierop. Ah, kijk, en hier is inderdaad zo'n zaadje. En die gooit al die poison, al dat gif hier naartoe. Dus die moeten we straks verbranden op een of andere manier. Kijk. Deze moeten we hier neerleggen. Zo, en dan. Oh, nu brandt dat vuur daar. Dus nu kunnen we dat zaadje kapot maken. Zo, en dan hoppakee, hier naar beneden. Bam! Kijk, en weg is alle poison. Nice. Oh, maar hier is nog steeds poison. Waarom is hier nog steeds poison? Auw. Ah, omdat daar ook nog zo'n zaadje binnen staat. Nou, dan gaan we die ook even slopen, hé. 1, 2, 3. Boom. Hoppakee, kistje erbij. Daar zit een ambrosijn in. Dat is lekker. En dan moeten we nu daar dat zaadje kapot maken. Dan moeten we denk ik dan ook via deze doen. Hoppakee, even vuur pakken. En dan keihard naar links. Yes. En dan zo. Hoppa. Next. Hoppakee. Ja, dit voelt goed. Dit voelt lekker om dit allemaal zo weg te halen. Oké, door naar het volgende stuk. Oh, snap. Gaan we nu vechten? En kijk, ik kan hier niet echt weg. Want hier is ook allemaal gif. Oh, jongen. Jongen, doe eens rustig, joh. Hey, even chillen nou. Kijk, ik kan hier niet staan. Ik moet hier op dit platform staan. Ah, maak hem kapot. Niet te ver doorlopen. Nice. Oké, die is kapot. En ik ben ook bijna kapot. Dus ik doe even een potion. En slopen die handel. Hop. Niet te lang hierin blijven staan. Want dan ga ik zelf ook dood. Lekker. En nu even vuur pakken. En dan eventjes kijken. Ja, we moeten hier doorheen. Hoppa. Volgende zaadje is gesloopt. Lekker. Hier kunnen we healing pakken. Oh gosh, we moeten nog zo'n battle doen, hè. Wedden? Ja hoor. Kan ik niet gewoon gelijk... Wacht even. Dude. Waar kom jij opeens vandaan? Jij, lelijkert. Oké, weg. Nice. Oh, dit gaat eigenlijk best nog wel lekker. Oh, kijk, hij is gevallen. Lekker. We hadden hem tegen de muur aan laten bonken. Nice. Nu is hij gesterkerd. Nu moeten we gaan. Nu moeten we hem klappen geven. Geef hem flinke tikken. En door. Oké, hij leeft weer. Hij is dood. Is hij dood? Zo snel. Lekker, man. Oh, dat ging eigenlijk best wel goed. Dan moeten we nu eventjes weer onze stinkende zaadjes even, even weghalen. Dan gaan we deze pijl eens even keihard de lucht inschieten. Zo, en dan laten we hem terugvallen. Ja. Juist. Kijk, dan kunnen we vanaf hier het volgende ding weghalen. Heerlijk. Ja, nou moeten we nog een paar weghalen voordat we de echte Aphrodite tevoorschijn kunnen toveren. Dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren voor elke dag Nintendo video's. Wil je mijn live zien game, volg me op twitch.tv/Rickachu. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!